alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders en zussen, ook beste echt in de Jiba. Nou, we zijn onderweg naar die moskee daar verderop, zoals je kunt zien. Zijn we nu onderweg naartoe, inshallah. We gaan daar ook, inshallah, onze waterput slaan. Waterput nummer 8. Dus we gaan het nu even bekijken. En dan gaan we, inshallah, beginnen met het bouwen van het waterput nummer 8, inshallah. We laten jullie de beelden zo zien. Beste mensen, we zijn aangekomen bij de plaatselijke moskee. Deze plaats heet ook Larba'diel. Larba'diel, dat is vlak bij Al-Arayj en Azila in de buurt. Dus tussenin is dat. Zoals je kunt zien, we zitten gewoon hier in de moskee. Naast de moskee. Inshallah gaan we naast de moskee hier op deze grondgebied. Hier gaan we een waterput bouwen, inshallah, voor de moskee. Daarbij hebben we jullie hulp nodig. Dus de broeders en zusters, het totale bedrag zal ongeveer tussen de 5.000 en 6.000 euro zijn. We weten niet ongeveer hoe diep we moeten boren. Dat weet alleen Allah subhanahu wa ta'ala. Maar het bedrag zal rond 5.000, 6.000 euro zijn, inshallah. Bij deze wil ik een oproep plaatsen om te doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Doneer omwille van Allah voor jezelf, voor je gezin en voor iemand die overleden is, die je dierbare die overleden is in zijn naam als sadaqa. Ik zou zeggen, beste broeders en zussen, wees er snel bij. Want het waterpuntproject gaat heel snel, voor je het weet, dan is het project gesloten. Dus ik zou zeggen, bij deze, stort wat je kan, doneer wat je kan, ook al is het maar een euro, inshallah. En dan zullen we, inshallah, bij het eind, zullen we hier beginnen met een waterpuntje, inshallah. Voor deze moskee plaatsen op het dorp, inshallah. Weet je het kortje uit of kijk? Hier. Hier, goed dan. Weet je het daar? Hier. Hier, hier. جميع المسلمين امين يا رب العالمين امين بارك الله فيك امين